Tiny Houses. Hele schattige, mooie, gezellige huisjes. Die over alles beschikken wat je nodig hebt op een paar vierkante meter. Toch? Dat weet ik nog zo net niet. Vandaag ga ik verschillende tiny huisjes uittesten door middel van een checklist. En komen we erachter of ze daadwerkelijk wel echt chill zijn om in te wonen. Of dat het een mythe is. Wat in ieder geval geen mythe is, is dat ik bijna 1 miljoen abonnees heb. En dat jij moet abonneren op dit YouTube kanaal. Want 40,1% van de mensen die deze video's kijken is nog niet geabonneerd. En als jij nu abonneert, zakken we misschien onder de 40%. Dat zou crazy zijn. Oké, laten we beginnen met het eerste tiny house. En deze is ook nog eens gewoon in Amsterdam. Oh, en dit is de eerste. Het is niet die boot. Het is echt letterlijk deze hijskraan. Check dit. Yo, dit is echt lijp. Ik wist letterlijk niet dat dit bestond. We zijn ook gewoon midden in Amsterdam, zo'n beetje. Oh mijn god, ik ben heel benieuwd hoe dit er hier uitziet binnen. Kijk, dit is heel lijp. Je krijgt zo'n app en hier met de deuren openen en zo. Kijken of het werkt. Holy shit, het werkt. Gast, ik vind dit lijp. Ik had niet verwacht dat dit zo ziek zou zijn. Oh mijn god, ik zie nu al dat je hier echt een bizar uitzicht gaat hebben morgenochtend. Aan het water. Zo, dit is echt als een oude kraan die nog op die reling staat en zo. Oké. Hallo? Damn. Oké, voor een tiny house is hij niet heel tiny. Ik heb alle huizen voor me laten boeken, dus voor mij is het ook een verrassing waar ik eindig. Maar goed, dit is best wel grande. Oh, let's go upstairs. Nee joh, je kunt nog verder omhoog bij. Voor ik jullie nog meer ga vertellen over wat we hier gaan doen en wat voor een andere tiny house we gaan kijken, ga ik eventjes door deze deur kijken. Want hier gaat de trap buiten naar boven. Een hele mysterieuze trap. Check zo. Nee, hij was ook gewoon nog open. Dat is een chill idee. Wow, hier is nog een heel balkon joh. Kun je dit ook maken? Ja. Huh? Nee joh! Wat? Hé? Er is hier gewoon nog een bed joh. Dat wist ik niet eens. En een wc. Zo'n zo toch? Ja. Gaf, je kan hier gewoon met z'n vieren overnachten. Nou, dan had ik echt mensen moeten uitnodigen. We kunnen chillen hier zo. Oh, maar holy shit, wat een lijp uitzicht heb je hier dan 's ochtends. Ah, dat vind ik echt bizar. Goed, ik ben hier natuurlijk niet op voorbereid. Ik heb hier namelijk een checklist met alle dingen die ik nog moet doen. Nee, oké, het staat niet hier op. Het staat op mijn telefoontje. En het eerste op de checklist is: is het tiny? Niet echt eigenlijk. Totaal niet zelfs. Voor de gemiddelde Amsterdammer is het echt mega groot volgens mij. En we zijn in Amsterdam. Kan je hier koken? Ja! Kijk, je wil echt gewoon hier echt serieus aan, hè? Dus alles wat je nodig hebt te koken. Koelkast, zelfs een vaatwasser. Dit is serieus best wel luxe. Jullie hebben ook echt geen buren hier. Je kan gewoon zeggen. Het voelt toch niet helemaal goed of zo. Kan ik rechtuit in het bed? Ah. Hé, hey, maar geen tiny bed hoor, voor een tiny huis. Hier kan je makkelijk. Oh, je ziet mijn voeten niet helemaal, maar ja, dit bed is wel 2 meter 10 hoor. Dat is geweldig. Kan je met twee in het bed? Normaal zou je dus twee moeten testen, natuurlijk, maar je bent alleen. Sterker nog, zeg maar 1, 2, 3, 4. Je kan zelfs met 4 in het bed als je het wil. En die moet ik dan ook nog hier, dus het is eigenlijk 5. Hier komt een hele interessante. Niet voor iedereen, maar voor tamelijk lange mensen zoals ik zelf. Kan ik rechtop onder de douche? Ah, nee. Ik stoot mijn hoofdje tegen en toen begon hij te druppelen. Dat is raar. En pluspunten, er is zelfs een bad. Best wel groot ook nog. Kan je een handstand doen? Nou kijk, deze hele checklist in deze tiny house niet eens bijzonder, want dit kan makkelijk. Oh, die vloer is glad zeg. Oh, wacht, we gaan iets langer kunnen wel. Oh, het kan. Kan ik mijn spullen kwijt? Ja, kan je hier gewoon zo die tas in doen. En dit. Maar dan nu eindelijk eentje waar deze misschien moeite mee heeft. Kan ik lang uit op de bank? Nou ja, ik pas er niet perfect op, maar eigenlijk zit ik best wel lekker. Ik kom best wel, ja, eigenlijk kan het wel. En als laatste staat er, hoe is de omgeving? Nou ja, overal zitten ramen. Maar goed, het is nu donker. Maar ik denk, ja, de omgeving hier is natuurlijk fantastisch. I mean, damn. Er is ook heel veel aan het eten. Treden. Dus een beetje dik te worden. 2024 bulk season. Toen ik eten bestelde, had ik even gegeten. En vervolgens was het tijd om in bad te gaan.
Fun fact, ik hou dus eigenlijk niet zo van in bad gaan. Maar dit bad is best wel mooi en ik denk, ik moet het gewoon weer een keer proberen. Dus... Oh damn, it's kinda hot. It's kinda hot. Ik wil dit zo nog op YouTube zou komen. Maar is een bad nooit chill. Het is altijd fucking heet. Fucking koud. Na ongeveer 4 minuten in bad hebben gezeten, was het tijd voor bed. Ik heb besloten in dit bed te gaan liggen. Niet hier helemaal bovenin met het mooie raampje. Ik pas er namelijk niet zo goed in. En dan hebben we de laatste vraag van de checklist nog. Hoe is de omgeving? Maar één manier om erachter te komen. Oh. Good morning. Een soort gekke storm buiten, joh. Die hele huis krijgt heen weer. Maar ik heb wel lekker geslapen. Door de storm was het niet een ideaal uitzicht, maar het is best rustgevend om zo aan het water wakker te worden. En dit is de tussenstand. Oké. Ik denk als je hier wakker wordt en het is gewoon lekker weer, dat het iets heel moois en sereen heeft. Maar nu is er gewoon storm. En zo ziet het er dus overdag uit. We gaan naar de volgende. De volgende tiny house ligt dus op een eilandje vlakbij Wormerveer. Oh, en dit hier is de volgende. Maar ik vond het toch niet heel gezellig in mijn eentje eigenlijk. Dus ik heb de perfecte persoon voor deze tiny house meegenomen. It's me. It's Marinda. It's Marinda. Ik vind dit echt niet normaal. Dit is wel echt heel cute. Ja, zo nou. Hier was zelfs ook een hele lieve host aanwezig die ons even rondleidde. Die lampjes, wat leuk. Ja. Hoe hebben jullie dit zelf gemaakt? Ja, dit hebben we zelf gedaan. Echt waar? Nou, ik zal even dingetjes uitleggen. Je kan echt wel je bagage rechts onder het bed kwijt. Oh. Er was in dit huisje zoveel aandacht voor detail. Dat was echt top. Christina is geweldig. Ik mis haar. Dit is echt een totaal ander huis dan de vorige keer. Ja. Ik weet niet waar je de vorige keer hebt gezien, maar... In een hijskraan. Wow. Ik pas hier niet eens in, denk ik. Ja, maar jij moet op de bank. Ja. Marijn, is dit jouw droom? Ik zweer, ik kwam hier binnen en ik voelde me helemaal... Ik kwam hier op het eiland, dit ten eerste al. Je komt hier aanrijden en het is al een ervaring. Eerlijk? Eerlijk, het is cute. Zou jij hier kunnen wonen zo? Ik vind het leuk om hier een nachtje te zijn. Oké. Ik vind wel leuk die kaarten zo als baan. Ja. En dan ook nog dat groene hier zo onder. Blinkjes. Ja, het is echt kneuterig. Ik hou hiervan. Lees jij de brief voor? Geschreven briefje. Oh. Van harte met een hartje. Welkom bij ons knusse Pipo-wagen. Het is een Pipo-wagen. Ah, een Pipo-wagen op het eilandje De Woude. Wij wensen jullie een gezellig verblijf toe. Ontspannen en genieten, maar warme groet. Christina. Okay. Doe het eens dicht. De groeten. Hoi. Dit is best wel een lekker hok of zo. Ik wil het ook in mijn kamer. Een slaaphok. Oh. Maar goed, we zijn hier natuurlijk met een reden. Tijd voor de checklist. Oké. Is het tiny? Het is wel tiny. Ja, het is tiny. Kom even naar voren. Zelfs ik. Ja, het is tiny. Het is tiny. Kan je hier koken? Nou, verder dan warme chocomelk gaat het niet worden. Maar je kan wel melk opschalen. Oh, maar, en, nee, maar je kan wel... Je hebt wel een oven. Je kan wel iets doen hier. Ja, je hebt wel een oven. Het is wel echt een keukentje. Ja, ja, je kan... Nou, koken kan je niet, maar je kan... Kan ik rechtuit in het bed? Moment van de waarheid. Kan ik rechtuit in bed? Nou, na 3 kussens is het. En? Ja! Ja? Ja! Nice! Ik kan rechtuit. Kan je met z'n tweeën in het bed? Oh. Ik lig echt lekker. Dit kan wel, hè? Ik lig echt lekker. Jij ligt ook ontspannen, zie ik. Ik lig goed, hoor. Check! Ja, je kan hier zelfs met drie mensen. Ja. Je kan hier zelfs met drie mensen. Kan ik rechtop in de douche? Nou? Ja! Hé, en je kan hem ook nog een beetje verstellen, geloof ik. Hij kan nog hoger ook, ja. Hey. Zo! Nou. Is gewoon prima. Wat goed. Oh! Hey! Is goed, hoor. Volgende. Dit is heel leuk dat jij erbij bent. Wat dan? Nu, het volgende is, kan je een handstand doen? Oh! Oh. Want dit kan je natuurlijk als geen ander. Oh! Ja! Ja, je kan precies. Je kan een handstand doen. Misschien ook wel een ratslag. Oh, nee, dat doe maar niet. Nee. Of toch wel? Of toch wel. De volgende is: kan ik mijn spullen kwijt? Dit is er net gezegd. Dit is er net gezegd. Want er is niet veel ruimte, maar je kan je spullen gewoon kwijt. Nou, hoe ideaal is dat? Even. Boom. Deze kan ik lang uit op de bank. Maar ik denk dat dit fungeert hier als bank. Of dit. Ja,
hebben geen bank, dus nee. Joek wel. Joek wel. Oh, shit, dat is shot. Dank je wel. Alsjeblieft. Oh, wat gezellig. Sting heet. Ik heb denk in 2 jaar ook geen bordspel meer gespeeld, maar hier moet je dat wel doen. En toen is het tijd voor bed. Oké, je merkt wel, het is best wel een storm buiten. Die hele piepelwagen gaat heen en weer. Marijn is even aan het douchen. En daarna slaapt zij gewoon op die stoel. Zegt, vind het echt niet chill. Maar goed, ik ben wel benieuwd hoe de omgeving er morgenochtend uitziet. Dat is het voordeel van 's avonds ergens aankomen. Een soort verrassing is als je wakker wordt. Hoe ziet het er nou uit? Dat is actually crazy. Bruh. Tot dan. Mijn lieve Christina had ook nog eens ontbijt voor ons buiten gezet. Een mega tas. Ei, kook. Koken. Hey. Dat is niet lief voor jou. Nee. Ik wil wel gewoon, ik ben naar het ding. Ah, storm is er niet minder op geworden. Maar dit is de omgeving. Maar zal die altijd zo waaien? Ik denk het wel. Ja. Kijk, je hebt schapen daar zo. Deze omgeving is wel echt top hoor. Dit ligt dus gewoon echt op een eiland. Dus voor nu is dit de tussenstand. Maar time to go. Naar de volgende tiny house. En voor de derde zijn we helemaal naar Friesland gereden. Oh, daar is de volgende. En vandaag ben ik weer niet alleen. Ik ben nu met... What's up YouTube? Yo, what's up? We are back. Laten we standen weer gaan, het is heel koud wederom. Oh, mijn god. Hier, doe jij open. Oké. Goed. Deur open. Wat een grote deur. Een bijzonder huisje. Oh my god. Het is een klein huis. Huh? Het is een klein huis. Waar is het bed? Wat is dit klein? Wat een unit. Oh. Er is letterlijk geen bed! Ja, hierboven denk ik! Oh. Nee, dat meen je niet! Ja! Oké. Okay. Oh, waar stond dit er al? Dit is de wc, die zit letterlijk in de woonkamer. Nee! Joh. Dit is de wc, hier is de bank en zo! Wat de hel? Nee, is er wel een flesje wijn hier zo? Okay, En hier komt een hele onnodige 360 house tour. Oké, dus dan kom je binnen. Dan is hier zo de woonkamer. Dit is rechts. En dan heb je hier de badkamer. Douche hier zo. Doucheknop. Hallo. Hierboven. Nou, hier kan je dan slapen zo boven, weet je wel. Oeh. Hey. Dat is helemaal niet gek hoor, dit. Dat is helemaal niet gek. Jesus Christ. Leuk dat je dat erin edit. Hey, best goed, Steve. Weet je wat het niet zo gezellig maakt hier? De vloer. Ben ik het mee eens? Een beetje een... Van die tegels. Oud ziekenhuis of zo. Als hier nou een lekker tapijtje lag, of het van die laminaat of zo. En ik vind ook dat bed boven een beetje ongezellig of zo. En dit ook is ook zo'n douchegordijn van met die tegels en zo. Ja. We hebben een checklist die we moeten afwerken, denk ik. Oké, check 1. Is het tiny? Niet heel tiny, toch? Het is behoorlijk tiny. Het is wel een van de tinyere huizen waar ik ooit ben geweest. Het is tiny, maar voor een tiny house is het niet heel tiny. Je kan gewoon van alles doen. Ja. Je kan hier lekker sporten als je wil. Huh? Het is tiny, maar het is niet heel tiny. Dat zei ik. Precies dat zei ik. En ik zei het weer. Ja. Oké. Volgende is... Kan je hier kopen? Hier is de keuken. We hebben... Snijplank. Ja, maar zou hier dan wat zitten of niet? Oh. Damn. Oh, Magnetron. Wel een Magnetron. En wat moet ik afvragen? Oh, dan moet er ergens een fornuis zijn, toch? Oh, hierachter misschien. Ja, dat is het. Oh! What the hell? Hij is unlocked. Soort nieuwe headlock inderdaad. Gewoon. Soort Narnia. Je kan koken. Kan ik rechtuit in het bed? Wel een soort van. Nee, je voeten raken niet buiten het bed. Raken mijn voeten dan buiten het bed? Nee, want vraag 2 is... Oh. Kan je met z'n 2 in het bed? Oké. Ja, het kan. Het ligt ook best wel lekker. Nou, het is ook niet heel klein bed. Kan ik rechtop in de douche? Nou, bij de 2 keer. Deal. Easy. Het is wel een ruime douche, maar ook wederom wel een beetje een ziekenhuis. Raar ziekenhuisdouche. Dit is ook helemaal niet gezellig zo. En dat water gaat toch ook allemaal onder vandaan lopen, hè? Nou, dit is niet gezellig. Hé? Zo lijkt je echt niet. Dus hier sta ik letterlijk in de woonkamer te douchen en te scheiden.
En? Ja, het blijkt dus dat je als je een snelle Cantonese rijst wil maken, dat je dan niet alleen basmati rijst nodig hebt, maar ook het gebruik van neutraal. Kan je een handstand doen? Kan jij überhaupt een handstand? Ja toch? Steve, jij weet, ja, jij weet dat jij een handstand kan. Jij hebt een handstand, jongetje. Zo! Hey! Zo! Hey! Hij kan het nog! Hey. Maar kan jij een handstand? Oh, wacht dan! Oh. Ja, kan gewoon, nee. Kan gewoon. Je kan een handstand, je kan een handstand. Kan ik mijn spullen kwijt? Volgende vraag. Kijk hier. Makkelijk. Onder. Okay, de volgende vraag, en tevens de ene laatste. Kan ik lang uit op de bank? Laat ik het zo zeggen, ik denk probeer dat het voor mij al een opgave gaat worden. Maar dan kan je lekker liggen? Kan je jezelf comfortabel maken? Nou, kijk, als ik zo lig, op zich ziet het er niet slecht uit. Ik lig best lekker. Naar mij eens. Ja, lang uit is het niet. Deze doen we lekker dicht zo. Boom. Deze doen we dicht. Oké, Rick schonk eerst een wijntje voor mij in en toen eentje voor zichzelf. En vervolgens konden we lekker rustig chillen. Jesus Christ. En we keken eerst een beetje van dit. Het resten verwerken van alte brood en hebben lange tradition. En toen keken we naar onze nieuwe vriend Beetlejuice. En vervolgens leefden Rick en ik nog lang en gelukkig. Ja, we hadden opeens een briljant idee. We hadden nog wat dingen in de auto liggen. Nou, gezien ik toch nooit vuurwerk koop. Deze hebben we nog gevonden uit de oude doos. Dus gaan we even lekker afsteken. Vuurwerk. Afsteken niet? We gaan deze even afsteken. Nee, toch doen we dat niet. Het is een beetje aso in zo'n klein dorpje. Waar zitten we trouwens? Friesland. Friesland, ergens. Friesland. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar binnen. Kom. Ja. Kom. Yo, adrenaline giert door mijn lichaam. Okay, let's go upstairs. Sleepy, sleepy. Nou, laten we ons kleren maar uitdoen. You feel safe in there? Oh, nou, wat rustig, Steefje. Slaap. Kijk, het lijkt wel op een wasmachine daarboven als je goed kijkt. Ik kan het niet zien door de klamboe. Dit is toch doorzicht? Mocht je je afvragen waarom we onder de klamboe liggen, we zagen eerst een hele grote spin hierboven en daarna opeens niet meer. Dus hij was nog ergens hier. Oké, ja. Steve, slaap lekker. Ik zeg good night. I see you in the morning. Probably. Rick. Hey. Goedemorgen. Tijd om één ding even te checken in ieder geval. Omgeving. Oh. Damn. Holy shit, gast. Schitterend zeg. Jezus. Nou, hij is toch best wel gezellig, zo, in het weiland. Kijk naar die snelweg. Negative vibes van jou. Ja, het is nou niet dat ik denk, ik ga lekker een uur wandelen of zo. Nou, heb ik dat toevallig nooit, maar. Toen je wat zeggen, maar nu wel. Het was leuk hier. Ik heb nog lekker geslapen. Ik dacht wel. We gaan. En dit is de eindscore. Doe lekker met deze score wat je wil. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed waar dit allemaal voor nodig was.